Goedenavond, welkom deze donderdagavond bij de uitzending van De Schat. En we beginnen graag met een gebed en dat wordt ons vandaag aangereikt door een leesgroep uit het Lierse, Heilige Gumarus en de zalige Beatrijs. En laten we samen dat gebed bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Steeds opnieuw, God, houdt gij ons staande en wilt gij met ons op weg gaan. Steeds opnieuw, meer dan wij zelf kunnen opbrengen, reikt gij ons de hand. Steeds opnieuw maakt gij ons vertrouwd met uw liefde, die mensen ten volle zichzelf laat zijn. Steeds opnieuw zijt gij een God die het leven wil, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste deelnemers aan de schat, hopelijk hebben jullie de code kunnen kraken van het geheimschrift. Welke zin, welk vers zochten wij? En sommigen van jullie vonden de oplossing. Wij zochten namelijk naar de zin: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u. Nu begrijp ik natuurlijk wel waarom ik dat geheimschrift kreeg in gebarentaal. Durf getuigen, niet alleen met woorden, maar ook in gebaren en in daden. Wees niet bevreesd, durf rechtstaan, durf getuigen en durf handelen. Nooit bang zijn om van ons geloof te getuigen en te laten horen. Ik lees graag voor jullie dat pericoop voor. En dat is Handelingen 18, 1 tot en met 11. Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinthe. Daar trof hij een Jood aan, een zekere Aquila, die in Pontus geboren was en met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen. Claudius had namelijk verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bezocht hen aan huis. En omdat ze hetzelfde vak uitoefenden, ze waren van beroep tentenmakers, bleef hij bij hen wonen en was er werkzaam. Iedere sabbat discussieerde hij in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, wijdde Paulus zich voortaan geheel aan de prediking en legde voor de Joden getuigenis af dat Jezus de Messias was. Maar toen deze zich smalend bleven verzetten, schudde hij het stof van zijn kleren en voegde hun toe: uw bloed komen neer op uw eigen hoofd. Ik ga vrij uit en wend mij van u af aan weer tot de heidenen. Hij trok daar weg en ging naar het huis van een zekere Titius Justius, een godvrezende die naast de synagoge woonde. Crispus, de overste van de synagoge, nam met heel het huis het geloof in de Heer aan. En ook vele Korintiërs die naar hem luisterden, geloofden en lieten zich dopen. Eens sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen mij toe. Anderhalf jaar bleef hij daar wonen, terwijl hij bij hen het woord Gods onderwees. Ben jij bevreesd om te getuigen van het woord? Ik moet zeggen, als men mij die vraag zou stellen: ben je bang en bevreesd om te getuigen? Dan moet ik zeggen dat het niet vanzelfsprekend is om te getuigen over je geloof. Je stuit op heel veel onverschilligheid. Veel mensen beschouwen geloof als iets wat behoort tot hun privéleven, tot hun striktste intimiteit.
en worden daar niet graag op aangesproken en gaan daarover zeker niet graag in gesprek. Nu, geloof is juist iets wat in gesprek, in dialoog, groeit in gemeenschap. Geloof heeft gemeenschap en gesprek en getuigenis heel erg nodig. En ik moet zeggen dat ik soms met collega's op bezinningsavonden, wanneer de leerlingen in bed waren, gingen we wel eens in gesprek. En dan ging het uiteraard soms wel over geloof en welke plek dat kan innemen in het eigen leven. Maar geen vanzelfsprekend gesprek. Je voelt hoe mensen de deuren sluiten, hoe er weerstanden komen, hoe er angst komt om diep in de eigen kaarten te laten kijken, ook als het gaat om het zoekend, tastend, struikelend zoeken naar zin van het leven. Dus bang niet, maar het is echt een moeilijke opgave. En als ik nu terugkijk naar dit hele sterke hoofdstuk, wat valt mij dan op? Wat spreekt uit deze tekst? Wat komt naar boven? Wel, de figuur van Crispus, niet de eerste de beste, hij was de overste van de synagoge, behoorde tot de elite, een belangrijk figuur. En hij neemt de beslissing om met heel zijn huis, met zijn familie, met zijn gezin, met al wie in het huis woonde, om zich te bekeren. En zo zien we dat die uitnodiging om in het verhaal van de christenen te stappen, wordt opgevolgd, zowel door heel eenvoudige mensen, tentenmakers, maar ook door de elite van de toenmalige maatschappij. De hele laag, de hele groep wordt aangesproken. Zowel Paulus als het koppel, ze zijn beide tentenmakers. En een tent, dat is een sterke metafoor. Het is ten eerste de broodwinning, waar ze beide mee aan de kost komen. Maar een tent is ook de plek waar je kan thuiskomen, waar je gastvrijheid kan ervaren, waar je mag wonen. En het verwijst ook naar de tent van het verbond, de plek om God te ontmoeten, de plek waar met hem gesproken en in dialoog gegaan kan worden. Ja, die Priska, dat is wel een straffe madame, heel geëmancipeerde vrouw. Ze werkte niet alleen mee, ze zorgde ook mee voor haar kost, samen met haar echtgenoot en samen met Paulus. Maar op een bepaald moment besluiten ze ook samen met Paulus op missiereis te trekken. En die Priscilla, dat is niet alleen een vrouw die zorgt voor kost en voor het huishouden, maar zij werkt daarnaast ook. En bovendien durft zij getuigen, een geëmancipeerde, sterke vrouw, die durft uitkomen waar ze voor staat. En daarmee dat ik dacht dat zeker 80% van onze deelnemers voor haar gekozen gingen hebben. Ze verblijven in Korinthe en daar lijkt het eigenlijk allemaal wel goed te gaan. Relatief weinig weerstand, nogal wat succes. Paulus heeft ook een warme thuis, van waar hij een thuisbasis, van waaruit hij kan vertrekken. En toch wordt hem gezegd door God, door de Heer, wees niet bevreesd. En dat is eigenlijk een hele goede raad, want ook al lijkt alles mee te zitten, ook al zitten we in optimale omstandigheden, toch blijft getuigen over geloof een uitdaging, een moeilijke zaak en heb je daar bemoediging en steun voor nodig. En u kijkers, waar bent u bang voor? Hoe krachtig en hoe sterk is het dan als je twijfelt om dan te vernemen van iemand die zegt, ik ben er, ik sta er, ik sta naast u. En dat zegt God ook tot Prisca en Aquila. Ik sta er voor u. Ik ga niet de weerstanden wegnemen. Ik ga niet de problemen weghalen, maar op mij kan je rekenen. Ik sta naast u. Ik sta achter u. Mijn hand ligt op uw schouder. Wat een geweldige steun moet dat niet geven. En dan zegt hij, God, een beetje een tautologie, en zegt, geeft eenzelfde boodschap. Spreek en zwijg niet. Twee keer hetzelfde. En als dat gebeurt in de Bijbel, wil dat zeggen dat het om een hele krachtige boodschap gaat, dat krachtige appel om te getuigen, om recht te staan en te durven spreken. Spreek en zwijg niet. Uiteindelijk verblijft Paulus daar anderhalf jaar in Korinthe. Het is geen blitsbezoek. De gesprekken die hij voert met mensen die vragen tijd, dat doe je niet zomaar in 1, 2, 3. En dat is ook zo, denk ik, als wij geloofsgesprekken voeren, daar moeten we tijd voor nemen, daar moeten we ruimte voor creëren. Dat doe je niet zomaar snel tussendoor. Dat is een opgave. Dat was de uitzending van deze week. En we blikken natuurlijk al vooruit naar volgende week en geven heel graag een tip mee. Want volgende week zal vicaris Bart uw gastheer zijn.
En dan lijkt het toch ook logisch dat we een hoofdstuk kiezen waarin de figuur van Bartholomeus voorkomt. En zo kan je misschien in het weekend al aan de slag en je huiswerk maken en je grondig voorbereiden. Dank u wel voor het kijken en voor het deelnemen aan De Schat deze week.